Solvency II heeft een enorme impact op verzekeraars. Eigenlijk al jarenlang. We zijn hier al heel lang mee bezig. Wat je nu ziet is dat we een fase uitgaan van oké, we proberen aan alle wet en regelgeving te voldoen. Nu we dat hebben, nu wil het eigenlijk nog laten werken. Want eigenlijk is het tot nu toe voor de toezichthouder geweest. Maar wat heeft een verzekeraar nou aan Solvency II? Dat is de interessante vraag. En daar gaan we echt aan werken. Ik denk dat door Solvency II te gebruiken, ga je slimmere beslissingen nemen. Een verzekeraar kijkt traditioneel naar welk rendement maak ik op een bepaald product. Maar het rendement is niet zo belangrijk. Het rendement in relatie tot het risico wat je loopt is belangrijk. Als je een leuk rendement hebt, maar het risico is veel te groot. Misschien moet je dan veel liever een product kiezen met wat minder rendement, maar met een veel beter beheersbaar risico. De rapportageverplichtingen zijn we've only just begun. En dat is al een hell of a job. Iedereen worstelt ermee. De Nederlandse Bank is voor mij heel druk met herrapportages op te vragen steeds. Maar we komen er wel. Het is gewoon heel veel werk. En 2017 wordt echt het dramajaar, want dan komt de hele set aan de orde. Dat is 4-5 keer zo lastig wat we nu hebben gedaan. Dit is spielerij geweest aan oefeningen. Het wordt nog veel lastiger, maar als we eenmaal dat gedaan hebben en we zijn een aantal jaren onderweg, dan ga je zien dat je ook de voordelen van plukt. Want snellere rapportage en je rapportagesysteem beter georganiseerd wil zeggen dat je bij wijze van spreken een druk op de knop heb je je getallen en daarna kun je over naar de orde van de dag, namelijk er zijn voor je klanten. Business, producten maken, kijken van waar zitten de risico's, waar moet het preventiebeleid doen. Dat is het belang van de klanten. De eerste uitdaging is om gewoon de hele weg te lopen en te zorgen dat je het helemaal goed ingericht hebt. Dat is denk ik de grootste uitdaging. Daar zijn we zeker nog 3-4 jaar druk mee. Maar uiteindelijk dan gaat het kantelen, dan hebben we het ingericht en dan is de vraag hoe laat het voor ons werken. En dat is de volgende uitdaging. En natuurlijk zit het ook nog in de veranderende marktomstandigheden, nieuwe technologie, nieuwe producten die klanten van verzekeraars vragen. Dus uitdagingen volop, maar als het gaat over Solvency II, eerst compliance en dan voor ons laten werken. Ja, de hiccups is dat je heel erg bezig bent met het eindproduct, van oké, wat moeten we allemaal regelen? En dan redelijk ad hoc gaat proberen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En dan het resultaat is dat je ineens op het einde van het traject tegen allerlei inconsistenties aanloopt. En dat betekent gewoon dat je je proces beter moet gaan organiseren. Dat is eigenlijk de grootste hiccup die fundamenteel achter alles ligt. Nou, zo'n riskforum is een ideaal platform om tussen verzekeraars om elkaar te spreken en te kijken waar zijn we allemaal mee bezig. Een van de voordelen die we in audit hebben is dat we bij verschillende verzekeraars komen. En ja, we zien dus overal hele slimme oplossingen. Een soort best practices of good practices. Maar het is heel belangrijk dat verzekeraars dat onderling ook doen met elkaar. Gewoon good practices delen van hoe heb je dit opgelost, hoe heb je dat opgelost. Daar is het riskforum uitermate geschikt voor om met elkaar na te denken hoe kunnen we die risicobeheersing die compliance gedreven is uiteindelijk ook voor ons laten werken.